Oh nee, ze komen, ze komen! Nee! Oh nee! Nee, de warden, de baas! Ik moet vluchten! Super tof dat jullie allemaal kijken naar deze Gloedoen video op mijn kanaal. Ik ben Kevin en vandaag ga ik iets super spannends doen. Want ik heb namelijk uitgevonden om in te breken bij de prison in Mijntopia. Dus dat gaat super tof worden. Dus knal natuurlijk zeker even op de blauwe duimpje omhoog. Abonneer natuurlijk zeker voor meer van deze spannende video's. En dan ga ik nu naar de prison toe. Naar de prison portal. Of eigenlijk zit ik nu al in de prison. Oké, ik ben best wel zenuwachtig moet ik eerlijk zeggen. Want het is best wel risicovol. Het kan fout gaan, het kan goed gaan. Ik heb geen idee. Maar ik heb in ieder geval een manier gevonden. En ik denk dat ze dat zijn vergeten weg te halen. Want ik heb hier links ergens, waar was dat ook weer? Hier volgens een kijker, want de kijker zei tegen mij dat hier een laddertje was. Hoe stom. Ze hebben hier gewoon een laddertje vergeten weg te halen of zo, denk ik. Weet ik niet. Ik heb echt geen idee. Maar goed, ik moet daar niet moeilijk over doen, toch? Het is toch leuk? Het is toch heel spannend? Dus knal natuurlijk zeker even op dat blauwe duimpje omhoog. Klik op het belletje natuurlijk en abonneer natuurlijk voor meer video's. En dan ga ik nu een vitamine D innemen, want dat heb ik wel nodig, een vitamine D. En dan drop ik dit. Is er geen guard? Ja, er zijn wel wat guards. Dat is wel een nadeeltje. Maar ach, weet je, het moet toch ook spannend zijn. Het moet toch spannend zijn. We gaan hier naar boven. Bij fit uit 136. Hier en hier. Kijk, de kijker had gelijk. Ik had namelijk een tweetje gekregen en een berichtje eigenlijk. En die zei dat het kon. En kijk, ik ben op de prison. Eigenlijk op de muur. Wat vet. Oh, wat vet. Oh nee, ik had dit echt niet verwacht dat dit echt zou kunnen. Maar, oh, wat vet. Oké, maar we moeten snel. We moeten niet gepakt worden. Want dat gebeurde ook bij de politiebureau. Toen werden we ook gepakt. En wat is dit? Een kist. Een kist. En wat? 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 Hoe? Een key? Nee, dit meen je niet. Dit ga je toch niet menen? Nee. Oké, wat staat er in het boekje? Hier de sleutel van de warden, zoals beloofd. Groetjes. PS, pas op als je... als we je betrappen, heb je een probleem. Kluiscode 1840. 1840? Kluiscode? Wat? Wat is dit nou, kijkers? Wat? Het is... Huh? Ik snap het niet. Een... Key, wat is beloofd? Hier de sleutel van de warden, zoals beloofd. Groetjes NBM. Wat? Ik snap het niet. Was dit voor iemand anders bedoeld? Dit was waarschijnlijk voor iemand anders bedoeld. Maar wat? Ja, ik weet je, maakt toch helemaal niks uit. Waarom ga ik hier over praten? Het maakt toch helemaal niet uit. Ik heb nu die key en... wat? Ik heb een key van de warden. Ik kom hier gewoon alleen maar door een kijker die zegt tegen mij... Hey, Kevin, de prison is open. Je kan er gewoon inbreken. Dus ik ga nu inbreken in de prison. Ik ben al ingebroken in de prison eigenlijk. Nou ja, ik sta op de muur dan. Maar in ieder geval, dit is super spannend, want ik moet geen guard tegenkomen. En ik zie hier al iemand. En nee, dit is volgens mij... Dit is gewoon een gevangene die hierin zit. Ja, dit is een gevangene die hierin zit. Maar waar moeten we naartoe? Ik weet echt niet waar we naartoe moeten. Ik ben hier echt al een jaartje niet meer geweest. Echt letterlijk. Ik ben hier echt al een jaar niet meer geweest. Bijna. Het is echt een hele lange terug dat ik hier ben geweest. Maar oké, we hebben daar een event. We hebben hier een tower. Maar ik kan het nog steeds niet geloven. Hoezo laat er Warden, de baas van de gevangenis, de key van zijn sleutel dus. Waarom laat hij zijn sleutel in een kistje achter voor iemand? Hoe stom ben je dan? Dan ben je toch stom? Dat is toch dom? Wat? Ik kan het echt niet geloven. Maar ja, weet je, maakt niet uit. Het is natuurlijk super tof, want dan kan ik nu inbreken. Geen idee dat deze key het gaat doen, maar, of deze sleutel. Maar ja, we gaan het gewoon zien. Oké, we hebben hier... Dit is echt best wel cool om te zien, hoor. We hebben hier een natuurgebied. Dit is ook van de prison, of niet? Geen idee. Ik kan het echt niet geloven, gewoon. Dit is echt gewoon... Echt super raar. Net als wat er gebeurde toen bij die politiebureau. Dat is ook super raar. Wat? Oké, we kunnen hier naar links. Oké, dit is toch trouwens ook de enige keer. We kunnen alleen maar naar links. We kunnen niet naar rechts. We kunnen niet naar links. Wat is hier? Peer hier. Is dat een... Dat is sowieso een guard, of niet? Ja. Dat is een guard, denk ik. Ja. Anders heeft hij een oranje naam. Of een rode naam. Wat? Oké, we moeten misschien toch wel even gaan shiften. Want anders dan ziet het er wel een beetje verdacht uit. Oké. We moeten wel een klein beetje lopen. Standaard inkomen gekregen. En wat is dit? Allemaal politie-setjes. Maar waarom zitten hier politie-setjes in? In dit gebouw, terwijl dat het de prison is. Je hebt toch guard-setjes, toch dan? Zou je zeggen. Oké, hier rechts hebben we weer water en zo. En een... Oh, dit is best wel mooi, hoor. Je zou natuurlijk denken, de prison is super lelijk en zo. Maar ik vind het eigenlijk best wel wat hebben. Het is best wel, ik weet niet, best wel uniek. Dit heb je niet in zomaar in Mijntopia. Dit is gewoon best wel uniek. Wat is dat? Ik zie... Nee, haha. Oh, weer een guard. En daar ook weer een guard. Ja. Wat tof. Daar zitten allemaal guards. NBM is namelijk iemand die iemand uit de prison probeert te halen. En wie moet hij uit de prison halen? Moet hij mij uit de prison halen? Uit de gevangenis? Ik denk het niet, toch? Want ik ben hier gewoon voor een video om in te breken. Maar er staat ook in het boekje kluiscode 1840. Wat heeft dat te betekenen? Een kluiscode?
En wat zit er überhaupt in die kluis? Maar goed, we gaan het allemaal zien. We hebben hier een deur. Maar wacht eens even. We hebben de key warden. Zou die het doen? Zou die het doen? 3, 2, 1. Ja! Nee, nee, dat kan niet. Nee, dat kan... Hoe kan dat? Nee, dit is... Prankt, sowieso iemand prankt mij weer. Dat kan niet anders. Potgrond of zo? Potgrond kan het sowieso niet zijn. Want Potgrond heeft namelijk super vette... die wordt echt achterna gezeten, ook door de politie. Ik trouwens ook hoor. Maar in ieder geval... Oké, de sleutel doet het. Maar wat is dit allemaal? Wat is dit? Dit is een minister justitie, prison warden, officer headguard. En wat is dit? Het kantoor van iemand? Van de headguard of zo? Van wie is de headguard? Dat is de prison warden bedoel ik. De prison warden. Dit is de van de prison warden of niet? Wat is dit dan? Oké. Maar in ieder geval... we moeten wel shiften. Oh, wat stom. En er zijn natuurlijk ook camera's. Daar heb ik helemaal niet over nagedacht. Er zijn overal camera's. En wat... Nee! De prison safe? Wacht, wat staat er in het boekje? Kluiscode. Zou dat de prison safe zijn? En wat is dit allemaal? Kisten? 1840? Wat? Als ik dan op klik of zo? Wat doet hij dan wat of zo? Of op de button klikt of zo? Als ik op de button klik, wat doet hij dan? Wat gebeurt er als ik op de button klik? 1840? 18401? Of 40? Oké, blijkbaar doet het niet, denk ik. Hij doet het niet, de safe. Maar wacht, er zit hier wel een kist. Wacht, hier is nog een sleutel. Kluissleutel? Nee, dat kan echt niet gekker worden. Wat? Hoe kan dit, kijkers? Het is super spannend. Oh, er loopt iemand onder, volgens mij. Wie is dit? Timo de Lucky. Nee. Ik moet heel erg uitkijken. Maar ik heb dus nu de key warden en de key kluissleutel. Hoe kan het? Het kan echt niet gekker worden. Oké, maar we hebben hier dus de key, de kluissleutel. Het kan echt niet gekker worden, kijkers. Dus doe even een blauw duimpje omhoog, omdat het super spannend is. Reageer natuurlijk zeker even voor meer van deze spannende video's. En ik ga het gewoon doen. Ik ga rechter muisknop hierop doen, of op hier, of even tikken of zo. Wat? Nee! Hoe kan dit? Nee, dit kan niet. Wat? Ik deed die rechter muisknop op dit ding en het ging open. Nee, de kluis is open. Ik heb de kluis open gemaakt met deze sleutel. Wat? De gevangeniskluis. De prison safe. Wat zit er allemaal in? Nee, ik moet shiften. Prisoner schoenen, prisoner broek, prisoner chestplate, prisoner help. En wat is dit? Wat is dit voor boekje? Ik kan er ook in. Nee, ik kan er niet in. Het is allemaal Nee. Prison outfits. Ik kan het allemaal stelen en zo. Maar ik kan ook alleen maar in dit ding. En hier allemaal kan ik niet. Ja, hier kan ik ook allemaal in, maar... Prison coin goud. Wat? Wat is dit allemaal? Oké, maar in ieder geval, we hebben hier echt superveel items. En hier ook nieuw gold van die prison gold coins. Dat zijn 10 van deze gouden, of van die zilveren. Maar wat zou er gebeuren als ik het meeneem? Zou er wat van gezegd worden? Of moet ik het wel meenemen? Oké, wat we gaan doen, we gaan gewoon wat meenemen. Hier, kijk. Weet je, we gaan ons gewoon even onze inventory volzetten. En we gaan dat gewoon allemaal verkopen. Oh, hoe tof. Ik hoop niet dat we worden gepakt. En het moet niet te veel opvallen. Dus ik neem niet alles mee. En ik neem ook gewoon even een, gewoon deze mee of zo. Deze hier. Deze prison outfit. Maar ik heb eigenlijk ook al een prison outfit in de kaap liggen bij mijn ganghuis. Maar kan ik dit ding ook dicht doen, de kluis? Oké, maakt ook helemaal niet uit trouwens. Maakt ook helemaal niet uit. Maar we gaan gewoon weg. We doen de keysleutel weg, zo. Of tenminste, ik moet deze keysleutel van de warden wel even houden. En dan, ja, het is gewoon gelukt. Hoe tof. We hebben gewoon ingebroken en spullen, gestolen van de prison. Oké, we gaan de deur weer openen, shiften. En dan moeten we heel rustig weg. Of kunnen we ook via het dak? Dat zou ook kunnen. Via het dak, met de elite gaan. Want ik heb een elite gaan mee. Oké, we gaan hier op het laddertje. En oh, wat vet, kijkers. Hoe kan dit? Dit kan toch niet? En wat is dit allemaal? Kerstoutfitten? Oh, wat? Swagger Maarten en Timo Not Lucky? Oh nee, ze komen! Nee. Oh nee! Nee, de warden, de baas. Ik moet vluchten. Oh. Snel. Nee. Nee, dat was de warden, dat was de baas. Ze hebben mij door. Nee, ik moet vluchten. Snel. Oh nee. Nee, dit kan niet. Hoe wisten hun waar ik was? Hoe kan dat? Hebben ze een melding gekregen of zo? Stond er een alarm op die safe? Of omdat ik heb gestolen of zo? Oh, snel. Naar de kaap toe. Oh, nee. Nee, dit kan niet. Hoe kan dat? De vorige keer gebeurde dat ook met Dylan. Met die agent Dylan. Bij het politiebureau van Greydale gebeurde dat ook. Werd er ook een alarm aangezet omdat ik iets stal. Nee. Oké, ik moet hier naar links. Dan ben ik wel veilig, denk ik. Hier bij die containers, daar ben ik wel veilig. Of hier gewoon. Hier verstop ik me dan wel gewoon.
Oké, hier zit ik wel veilig. Oké, maar in ieder geval, kijkers, ik vind het een hele spannende, toffe video. Als jullie meer van deze video's willen zien, moeten jullie even op de blauwe duimpje klikken. Klik natuurlijk zeker even op het belletje voor meer van deze toffe video's. En abonneer natuurlijk zeker even. En dan check ik jullie later.